Als burgemeester van jouw Noordzee wil ik alles weten over de energietransitie. Want wie Noordzee zegt, zegt nieuwe energie. Daarom laat ik me één dag onderdompelen bij TNO. De Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Hoe ziet de nieuwste generatie windmolens eruit? In deze aflevering praat ik erover met expert Jan-Willem Wagenaar. Dus dit is de grootste windmolen ter wereld? Ja, dit is het model. De echte grote staat natuurlijk daar, hè? Hoe groot is die nou? Het hele rotoroppervlak is 220 meter. En ter vergelijking, dit is een poppetje. Dit is één mens, dit zijn jij of ik. En dit is bijvoorbeeld één voetbalveld lang. En hoeveel huishoudens kan je hier nou mee? Eén zo'n windturbine kan ongeveer 16.000 huishoudens van energie voorzien. 16.000? Ja. En waarom zo'n hele grote? Waarom niet bijvoorbeeld 10 kleinere? De bedoeling van één windturbine is dat het goedkoper is dan vele kleinere. Om het even uit te leggen, heel simpel gezegd. Één windturbine heeft nog steeds één ondersteuningsconstructie nodig in plaats van 10 verschillende. Hoe belangrijk is de Noordzee voor windenergie? Ja, de Noordzee is ontzettend belangrijk voor windenergie. We hebben heel veel windenergie nodig. En de Noordzee is daar eigenlijk ideaal voor. Hoge windsnelheid, lage turbulentie. En wat speciaal belangrijk is, is dat de Noordzee is relatief ondiep. Dus je kunt nog makkelijk een paal of andere constructie in de grond slaan. Voor Nederland is die windmolen heel belangrijk. Maar wat doet die onder water? Aan de onderkant van de constructie kunnen algen groeien. Daar kunnen vissen weer zichzelf aan voeden. Dus eigenlijk zijn offshore windparken heel goed voor het zeeleven. Groter, groter, groot. Het kan nog steeds gekker. Maar als die eenmaal staat, dan is het een perfecte manier om alles te laten bloeien. Boven water en onder water. Dit was de laatste aflevering van mijn TNO Roadshow langs de energietransitie. Je kunt alle afleveringen terugkijken op burgemeestervanjouwnoordzee.nl.